Welkom bij een nieuwe voorstellingsvideo van een nieuw model van Okre. Ik ben weer op de site corona-net.de. Want als je naar mij kijkt, dan kun je een flinke korting krijgen. Het is namelijk dit schip, USS Missouri BB-63. Niet naar die prijs kijken. Ja, je kunt er wel naar kijken, maar je kunt een flinke korting krijgen. Even kijken hoe die eruit ziet. Het is een vrij groot schip. Ook een beroemd schip. Hier kun je een beetje de lengte zien. Hier staat het. Het schip is 1 meter 35,5 centimeter lang. 32 centimeter hoog. En 17,8 centimeter breed. Missouri. Volgens mij staat dat niet op het echte schip, maar goed. Ik heb het ook al verlaten, hè. Mat. Trappetjes, ben ik benieuwd hoe die eruit zien. Die zijn bij ook hier allemaal foto-edge. Scoperen beplating aan de buitenkant. Het kanon is ook vandaag met, moet je bekleden met koperen platen. Met het vliegtuigje vind ik het ook niet zo denderend uitzien. Maar goed, dat kunnen we misschien wel oplossen. Nou, daar zijn we weer bij begin, geloof ik. Ja. Zo zegt schip is schaal 1 op 200. Breedte 17 centimeter. 32 centimeter hoog. En nou, dat hebben we al gezien. Moeilijkheidsgraad is voor gevorderde. Dus niet een beginners dinges. Aantal onderdelen. 6096. Bouwtijd circa 1400 uur. Bouwstandaard met metalen kolommen is niet ingegrepen. Daar kom ik dadelijk op terug. Nou, hier staat een beetje de geschiedenis. Die heeft een vredesovereenkomst getekend met de Japanners op het schip. Wat staat er? Gegraveerde model. Naamplaat, basis voor constructie, gietstukken, stap voor stap, videotutorials, moet je naar okre.com, de YouTube site van Okre. Instructies in 5 talen, niet in het Nederlands, maar dat geeft niet in het Engels, dat kunnen we ook goed begrijpen. Stap voor stap, HD-foto's, instructie voor het gebruik van lijmen en gereedschappen. Onderdelenlijst met afmetingen en materialen. Identificatieblad met foto's voor onderdelen, identificatie, schaalplannen, oké. Levenslange garantie, ja. Nou, hier is de geschiedenis, het museum, het schip bevindt zich momenteel als museumschip in Pearl Harbor, in Hawaii. Dan ligt ook dat andere schip, geloof ik. Aanbevolen leeftijd vanaf 14 jaar. Veiligheidswaarschuwing. Let op, dit is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Nou, hier gaan we naar de standaard die ik zei. Die kun je ook, als je die bijbestelt, kan je die ook met korting. Dat is verder geen afbeeldingen. Een houten plaat, geloof ik, met metalen steunen. En een verfpakket kun je er ook bij stellen. Heleboel kleuren. Dat kan ik wel even begroten. Dit is betoen, geloof ik, of dat ja, metaalachtig. Een grijs soort, dit is dezelfde grijs, die hebben natuurlijk veel nodig. Wit, zwart, rood, denk ik, ja, groen. Goud voor de schroeven, gold. Gold. En dit is dark red, dat is voor de onderkant van het schip. Nog een grijs tint, en nog een donkere grijs tint, en nog een donkerder grijs tint. En furnish, dat is voor het dek. Nou. Die kun je dus, die is ook 49,99, er zitten een heleboel verfdingen bij. Volgens mij zijn het allemaal kleine flesjes ook, maar goed, dat geeft niet. Hoe je het kan bestellen, zal ik je even laten zien. Bijvoorbeeld deze, ik noem maar wat, voeg toe aan winkelwagen. Probeer het opnieuw. Kijken we in het winkelwagentje.
trekken we die aan. Oké. Ga verder met de volgende stap. Ik heb hier mijn e-mail, dus ik ken het over dingetjes. Accountgegevens. Nou, kan je dit? Je moet je e-mailadres invullen. Hier voornaam, achternaam, huppelpup, heel de rattenplan kun je invullen. Dag, huppelpup. Nou komt het. Hier staat uw bericht aan ons. En dan vul je hier Aris. Moet je wel goed schrijven, hè? Motel. Bouw. Waar zit u? Modelbouw. Nou, ga verder naar de volgende stap. En dan stuurt u dit op. Dus corona krijgt dan een aanvraag. En omdat je een mededeling hebt gedaan, krijg je een e-mail terug van corona, van ene Frank, met de prijs wat je moet betalen. Dus dat is de prijs met de korting eraf. En dan zal je zien dat dat een enorme korting is. Ik ga deze weer even verwijderen. Want ik heb hem al besteld. Aanklikken. Verwijderen. Dus. Dit is de voorstelling. Een leuk schip. Dus, het is tenminste een vorige schip was Prins Eugen. Dat is een Duits schip. En dit is gewoon een Amerikaans. En die is veel beroemder, zeg maar, dan die andere schepen. En deze heeft ook in de Golfoorlog ook nog gediend, geloof ik. Dat is het laatste wat hij gedaan heeft. Toen zaten er nog wat andere dingen op. Een raket of van die kruisraketten dingen, weet ik veel wat. Maar goed. Nou, dit was de voorstelling. Dus de prijs kun je verrijten. Je krijgt een flinke korting. En ik heb ook al gehoord zeggen dat dat meer dan 20% is. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dat is wel zeker, denk ik. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En tot waarschijnlijk krijg ik hem van de week. Het is nu de 13e. Ik denk, misschien dat ik hem van de week al binnenkrijg. En dan komt er een unboxing. Want ik ga dit schip natuurlijk bouwen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.